Ondertussen moet de kleine man het ontgelden met de strenge maatregelen en die niet lijken te gelden voor de elite. Ondertussen gaat de bevolking steeds meer gebukt onder de zware maatregelen van IMF. De energietarieven gaan daarbovenop een zware tol eisen deze maand. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen wanneer de regering de burgerrechten wederom a priori voor 12 maanden wil beknotten. Dan komt er nog bij kijken dat er zeer recentelijk een openbare aanbesteding wordt gehouden voor traangas voor KPS. Hoe moeten we dit interpreteren, voorzitter? Waarvoor wordt het traangas aangeschaft? Werd het in het verleden ook gebruikt? Ik dacht het niet. We gaan mijns inziens steeds meer en meer richting een politiestaat. De aankoop van traangas heeft te maken met de paraatheid van de veiligheidsinstituten en afdelingen. Onder andere de mobiele eenheid van het Korps Politie Suriname. We weten namelijk niet wanneer er erupties kunnen optreden met betrekking tot de verstoring van de openbare orde. We zien vaker aankondigingen van acties op social media. Daarnaast heeft de overheid lopende verplichtingen met productiemaatschappijen voor de garantie van een stabiel ondernemingsklimaat. Het kan alle richtingen opgaan en we moeten voorbereid zijn op deze omstandigheden.